Brabant, hè? Os. Ja, dit is Os. Ik moet jou eerst even voorstellen natuurlijk, hè? Want niemand kent jou. Nee, je hoeft me niet voor te stellen, denk ik. Hier. Wie kent jou nou? Ja. In Arnhem zijn er 5 mensen die jou kennen. Nou goed. Ja, dat zeg jij. Dan gaan we. Voornaam, kom op. Mark. M-A-R-K. Staat. Nee, is fout, Harry. Je schrijft mijn voornaam schrijf je met een C in plaats van een K. Oh, het is een C. Oké, okay, dan maak ik van die K een C. Staat. Oké, okay, en nu, achternaam. Kom nou. Van Hintem. Van Hintem. Staat. Zo, jongen, klaar. Jongen, ongelooflijk zeg. Wat is er nou weer? Je huiswerk echt heel slecht gedaan. Wat nou weer dan? Je schrijft mijn achternaam schrijf je zonder H en zonder E, maar met een U. Dus H weg, E weg, U, M. Van Hintem. Precies, okay, zo nou. Is die prima. En je speelt bij Vitesse. Ja. Per parachute kom jij ineens. Zou dat Nederlands elftal in? Je zou kunnen zeggen dat het plotseling gegaan is, inderdaad. Nou, dat is erg plotseling, hoor, ja. Mark. Ja, ik met een C. Ben jij getrouwd? Dat weten wij niet. Ja, ik ben getrouwd. Van Hintem is getrouwd. Maar heeft Van Hintem kinderen? Ik heb één dochtertje. Je hebt een dochtertje? Ik heb een dochtertje. Kijk, dan weten we alweer veel meer. Ja. Hè? Ja, dat is relevante informatie, ja. Mark, waar zijn we nu? Hier wonen mijn ouders, in dit huis. Hier wonen jouw ouders? Ja, hier wonen ze. Hoe heet je moeder? Mijn moeder heet Anneke. Anneke? En, ja, en mijn vader heet Gerrit. Gerrit! Ja. Dag meneer Van Hintem. Anneke Van Hintem, nou, hallo. Nou, wat een leuke moeder, man. Ja, ja. Echt een leuke moeder, zeg. Ja. Zo, Harry, wil je wat eten? Graag, ja, ja, ja. Wat heeft u? Osserbrei. Osserbrei, klinkt goed. Some grief, some joy, man. Sweet, sweet. Dat ziet er nog niet uit. Wat zit er precies in die osserbrei? Zuurkool, ja. Aardappelpuree, ja. En varkenswangetjes. Oh. 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 Ah, je staat je niet zo aan, man. Dat eet je hartstikke lekker. Alles goed en wel met die lokale gerechten, maar geen varkenswangetjes, hoor. Kom nou. Dat eten we 2 keer in de week. 2 keer in de week? 2 keer in de week. Eet u dit? Ja. Nou, daar wens ik u veel plezier mee, maar ik krijg dat echt niet weg, hoor. Ik heb zo mijn mest opgedaan. Ja, dat begrijp ik, mevrouw. Het spijt me ook bijzonder, maar niet voor mij. Dat is echt de laatste keer geweest dat jij van mijn ouders gegeten hebt. Ja, varkenswangen. Ik bedoel, ga het lekker eten in Os, maar wel zonder mij. Maar waar zijn we nu? Dit is het huis waar ik geboren ben. Hier ben jij geboren? Hier ben ik geboren. In dit huis. En waar was jouw slaapkamer? Mijn slaapkamer was daar. Daar? Ja. Ja, daar zijn we lekker mee. Ja, dat is een probleem. Hier, kijk nou. Die boom. Was zo'n boompje toen. Was dat vroeger zo'n boompje? Zo'n boompje. Ja, nou, nu even niet. Nee. Hier vandaan moet jij ongeveer schieten. Ja. En kijk dan wat we zien. Ja, dat kan niet. Dat kan echt niet. Die boom moet weg. Dat kun je toch niet maken? Nee, die boom moet eruit. Dat is een mooie boom. Die mensen zijn er blij mee natuurlijk dus. Mark met een C, luister eens goed. Moet die cirkel met een C rond, ja of nee? Ja, die moet rond. Kom maar. Kom maar. Zet hem hier maar neer. Kom maar. En stop maar. Hè? Ja. Dit zit goed zo. Kijk, want we trekken die boom er gewoon in één keer voet uit, weet je wel. Dan komt die hangt erin eens. Kom op met dat ding. Ja! Goed zo! Goed zo! Yes! Helemaal goed, Rinus! Helemaal goed! Sterk! Oké, hoger met dat ding. En die kant op. Ja! Kom op! Ja! Zo is hij goed! Dag! Weg met dat ding! Kom op! Zo! He he! Heb je toch ineens een bol, Mark? Ja, je weet waar het om gaat, hè? Ik weet waar het om gaat. De cirkel die moet rond. Juist, die moet rond. Ik ga naar binnen. Mark, ik ben het! Ja! Ja! Oh, oh, oh. Dat scheelde weinig! Oh, oh, oh. Zo'n stukje maar! Oh, precies op het punt! Ja! Ja! Helemaal goed, Mark! De cirkel is rond!